er aan de hand? Is dat in het podium? Gebeurt er iets? Ja, inderdaad. Morgen is de dag van de jeugdbeweging. En in Gent gaat die actie hier om de stadshal vloeren. Dit jaar is het thema Op Kamp. Op Kamp is eigenlijk iets heel typisch jeugdbeweging. Dus na een heel jaar samenwerken gaan groepen dan 10 dagen, een week, 14 dagen op kamp. Waarbij ze samen opstaan, samen eten, samen spelen, maken, spelen. Alles gewoon samen doen. En dat is eigenlijk een kers op de taart. Ik heb zelf ook 17 jaar in de scouts gezeten dan. En daar gingen wij dan ook altijd op zomerkamp. En ja, dat was fantastisch. Hè? Dat zijn dan echt vrienden die je nog beter leert kennen. Je leert ze van binnen en van buiten, hun leuke punten en hun slechte punten. Je leert samenwerken. Jullie voeren een specifieke actie in Gent rond de dag van de jeugdbeweging. Wat houdt dat zoal in? Wel, morgen vindt hier onder de stadszaal de provinciale ontbijtactie plaats voor Oost-Vlaanderen. Dat betekent dat er zo'n 2000 jongeren hier een gratis ontbijt krijgen door een samenwerking van verschillende jeugdbewegingen. Alles zal een beetje met de kampsfeer te maken hebben. We zullen hier ook straks tenten opzetten om een beetje beter kampgevoel te creëren. Voor de jongeren die morgen aanwezig zullen zijn. En ze krijgen uiteraard een gratis ontbijt, dus ze kunnen al een beetje een kampmaaltijd proeven, zal ik maar zeggen, want het is eigenlijk back to basics. Oké, dat lijkt me dus echt wel tof, hè, morgen. Ziet er mij super gezellig uit. Ik zou eigenlijk echt wel komen. Ja, zeker. Waarom? Gaan we niet samen? Ah, ja, dat gaan we doen, ja. Wij komen. Ja, dus iedereen, kom af. Kom maar.